ons eigen geworden, Heer, verwelkomen. U mag een klapoffer geven en zeggen, Heer, u bent welkom. Neem tijd op dit moment om uw hart te richten op de koning der koningen. Want God wil ons als nieuws vertellen vandaag. Amen. De Bijbel leert ons dat wij zijn samenkomsten niet moeten verzuimen. Zoals wij hier zijn, zijn wij meer dan twee. Dus de Heer is in ons midden en wil iets nieuws aan ons geven. Amen. Dus klapt u met mij mee deze avond. Dank u, Jezus. We zijn gekomen voor hem. Amen. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar, we zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Nogmaals, we zijn hier bij elkaar om de koning te ontmoeten. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom, Heer, u bent welkom, welkom. U bent welkom, grote koning. Wij hebben onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. Zullen we nog een keer zingen? We zijn hier bij elkaar. We zijn hier bij elkaar om de koning te. We zijn hier bij elkaar om te eren onze Heer. We zijn hier bij elkaar om te vieren dat Hij goed is. En wij prijzen en aanbidden Hem, Jezus onze Heer. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, grote koning. We heffen onze handen op naar de God van alle eeuwen. Heer, u bent welkom, welkom, u bent welkom, Zoon van God. Wij richten heel ons hart op u. U bent welkom in ons midden. Zing, Heer, u bent welkom, 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 u bent welkom, groot. Spreken vanavond. Dank u, Jezus.
Dank u, Vader. Oh, bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Lord God, we bless your mighty name, Lord. We give you honor and praise, Jesus. We lift our hands in your name, Jesus. Worship, all of my worship.
Worship the Lord in your own words. Hallelujah. As we just declared, we will not be silent. We will not be silent, Lord. We will lift up our voices to you, O Jesus. We will lift up our hands to you, O Lord. We do not forget any of the benefits given to us through your mercy, O Jesus. That's why we can give you glory. We can give you honor, Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. I give you all the glory. You
Praises like perfume, I'll lavish mine on you.
showed a passion in my heart. Can I express how truly great I think you are? You're my dearest friend. Lord, this is my desire. Lord, this is my desire. To pour my to be here. Vader, we danken u voor de gelegenheid om hier te zijn. We thank you for the energy it has taken to come here even on a Friday. We danken u voor de inspanning die het heeft genomen om hier te komen zelfs op een vrijdag. For everyone who is here. Voor een ieder die hier is. Help us that we will not leave the same. Help ons dat we niet dezelfde weg zullen gaan. Give us something new. Geef ons iets nieuws. Give us a fresh anointing. Geef ons een frisse salving. Open new doors. Open nieuwe deuren. And speak your word your way. En spreek uw woord op uw manier. Use my mouth. Gebruik mijn mond. That I only say that which you want me to say. Dat ik alleen zeg hetgeen wat u wilt dat ik zeg. Shut me up. En leg mij het zwijgen op. When I'm going amiss. Wanneer ik de verkeerde kant op ga. That we may grow through your word. Dat wij mogen groeien door uw woord. In Jesus name. In Jezus naam. In Jesus name. In Jezus naam. In Jesus name. In Jezus naam. Amen. Amen. Thank you very much, ma'am. Your Royal Highness. Uw hoogheid. Thank you very much. Dank je wel. Amen. Amen. You can give, we say it's chop knuckle. I don't know what they call it. Mag een box geven. Yeah, give everybody a high five. Of een high say five. Hello to everyone. Zeg hallo tegen iedereen. Yeah, click on present. Klik op presenteer. Give a high five to everyone. Geef een ieder een high five. Say hello. Zeg hallo. Tell them they're looking beautiful. Zeg ze dat ze er mooi uitzien. Okay, now the greeting's getting too long. Okay, nu duurt het groeten te lang. I don't have enough time. Ik heb niet genoeg tijd. But pastor is the one that is doing the most greeting. Maar het is de pastor die het meeste groet. So I have to be the patient. Dus ik moet geduldig zijn. Pastor, I am. Pastor, ik.
Before I thank you for the opportunity. Voordat ik u bedank voor de gelegenheid. Where is Bro Xavier? Waar is broeder Xavier? Okay, he's behind. I just want to report some of the men of God. Ik wil graag een verslag geven over wat mannen van God. They have been claiming that they have. Ze claimen. The most beautiful wife in the church. Dat ze de mooiste vrouw van de kerk hebben. Exactly, there's no competition. That's exactly my point. Dat is mijn punt. Er is geen strijd. I mean, everybody in this church has eyes, right? Iedereen in deze kerk heeft ogen. And all of you have seen my wife, right? En iedereen heeft mijn vrouw gezien. So I don't understand why people will stand on the pulpit of the Lord. Dus ik snap niet waarom mensen op de preekstoel van de Heer staan. And be competing with my Lord's anointing. En willen strijden met mijn Heer zijn zalving. I'll be calm today. Ik zal rustig zijn vandaag. Pastor Sebastian, be warned. Beste Sebastian, wees gewaarschuwd. Amen. Amen. I want to thank Pastor Roel. Ik wil Pastor Roel bedanken. A very authentic person. Een heel authentiek persoon. I'm going to do something. I've had this story for years. En ik heb dit verhaal al jaren gehoord. I've never told it in public. En ik heb het nooit publiekelijk verteld. 2 weeks after I joined this, I came into this church. 2 weken nadat ik bij deze kerk kwam. And Pastor Roel, I don't know if you remember this. En ik weet niet of u dit herinnert, Pastor Roel. Pastor Roel preached in church. Had Pastor Roel gepredikt in de kerk. And it was about. En het ging over the servant of Elisha, de dienstknecht van Gehazi. Elisa, Gehazi. And he preached a powerful message. En had een krachtig boodschap gepredikt. But after the message, I went over to Pastor Roel. Maar na de boodschap ging ik naar Pastor Roel. Those of you who know me know I'm very troublesome. En zij die mij kennen weten dat ik veel problemen veroorzaak. I'm quietly troublesome. I sit at ik the back. Heel rustig, maar ik veroorzaak problemen. But ik zit I cause achterin. My trouble from there. En ik veroorzaak vanaf daar problemen. But I like to talk to people directly to their faces. Maar ik hou ervan om direct tegen mensen te praten. Even though I'm not Dutch, I have some Dutch tendencies. Ook al ben ik niet Nederlands, maar ik heb wat Nederlandse neigingen. So I walked over to Pastor Roel after the service. Dus ik ging naar Pastor Roel na de dienst. And I asked him some questions about the message. En ik stelde hem wat vragen over de boodschap. The point was I disagreed with some of the things he said. Het punt was dat ik het niet eens was met sommige dingen wat hij zei. And we had a discussion. En wij hadden een discussie. He barely knew me. As I said, this was just second week of coming to church. Hij kende mij nauwelijks, wat was slechts de tweede week dat ik hier kwam. At the end of the discussion. En aan het einde van de discussie. I remember he said, I see. You're right about that. Weet ik dat hij zei, ik zie het, je hebt gelijk daarover. That was the end of the discussion. En dat was het einde van de discussie. The next Sunday. En de volgende zondag. This was how Pastor Roel started the message. Dit is hoe Pastor Roel begon met de boodschap. When I stand on this pulpit. Wanneer ik achter deze preekstoel sta. Sometimes I also make mistakes. Maak ik soms ook fouten. And when I make mistakes. En wanneer ik fouten maak. It is your duty is het to uw come plicht and correct me. Om mij te corrigeren. That shows you're paying attention. En dat laat zien dat u aandachtig bent. Because I don't always get it right. Want ik heb het niet altijd aan het juiste eind. That's a big part of the reason why I'm still in this church. En dat is een groot deel van de reden waarom ik nu nog steeds in deze Because kerk ben. He didn't mention my name. He didn't say anything. Hij noemde mijn naam niet. Hij zei niks. But I knew what happened. Maar ik wist wat er was gebeurd. So when I say he's very authentic. Dus als ik zeg dat hij heel authentiek doesn't is. Doesn't mean he's perfect. Betekent niet dat hij volmaakt is. It means he's authentic. Maar dat hij authentiek is. We all fail. Wij falen allemaal. But we must try. Maar wij moeten het proberen. Amen. Amen. Thank you very much for that, sir. Dank u wel daarvoor. Thank you very much, Sister Ida, for supporting him all this while. Dank u, Sister Ida, dat u hem ondersteunt al deze tijd. And thanks to all the pastoral staff. En dank jullie wel aan de hele pastorale staff. I'm very serious. For those of you who know, many of you have associated with me. Vele van jullie gaan met mij om. And wondered why I'm still here. Now I've told you the story. En vragen waarom ik nog steeds hier ben. En nu heb ik het verhaal verteld. Amen. Amen. I don't have time. Ik heb geen tijd. I always say that when I start. I don't have time. Dat zeg ik altijd als ik begin. There's ik heb too much to say. Niet genoeg tijd. Er is te veel om te zeggen.
I traveled to. Oh, sorry, my wife. Thank you very much for being here. Mijn vrouw, dankjewel dat je hier bent. Thank you for being the most beautiful man in the church. Dankjewel dat je de mooiste vrouw bent in de kerk. It's not your fault. Het ligt niet aan jou. We blame the Lord. Wij geven de Heer de schuld. Amen. Amen. Someone asked me. Iemand vroeg mij. Told me that my wife was very beautiful. Die zei mij dat mijn vrouw heel mooi is. I said I have big eyes. En ik zei ik heb grote ogen. So I could see from afar. Dus ik kon van verre al zien. But physical beauty is nothing. Maar fysieke schoonheid is niks. My wife is internally beautiful. Mijn vrouw is mooi van binnen. All of you have seen it. Jullie hebben het allemaal gezien. Anyone who has dealt with her has seen it. En ieder die met haar te maken heeft, heeft het gezien. So I am lucky. Dus ik heb geluk. But in Christian words, maar in christelijke woorden ben ik gezegend. In Christianese, I'm blessed. Met Christen, Christian. In Christianese. In de christelijke taal ben not ik gezegend. Chinese is Christianese. Christenese. So yesterday I was flying back. I've been in Dubai this week. Dus gisteren ben ik teruggevlogen. Ik was afgelopen week in Dubai. And on the way back, en onderweg terug. I had 6 hours flight. Had ik een vlucht van 6 uur. So I had time. Dus ik had tijd. So I made a presentation. Dus ik heb een presentatie gemaakt. I mean, what was I going to do in the plane anyway? Wat moest ik in het vliegtuig doen anders? This is the third part of a series I've been doing. En dit is een derde deel van een serie wat ik heb gedaan. If you've been following, you would have seen the three of them. En als u het hebt gevolgd, heeft u alle twee gezien. If you've not been following, en als u niet heeft gevolgd, you would find them on YouTube. Dan vind je ze ook op YouTube. Right? Can we go to the next screen? For by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves, it is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Oh, you're going to find it hard to chase me. One of the reasons why I put this on the screen today is because de reden waarom ik dit op het scherm heb geplaatst, I don't want to take too much time. Is omdat ik niet al te veel tijd wil nemen. I want to move as fast as possible. Ik wil zo snel mogelijk gaan. At the end of what I always start by telling you what will come at the end. En ik vertel altijd wat er op het einde gaat gebeuren. At the end of this message. En aan het einde van de boodschap. I expect you will all fully understand this verse. Verwacht ik dat u deze schriftgedeelte volledig zal begrijpen. That's what I want to do today. Dat is wat ik wil doen vandaag. Amen. For by grace want are door you saved. Genade zijt gij behouden. Through faith. Door het geloof. This is not of yourselves. En dat it is niet the uit uzelf. Het is een gave van God. Let's start with for by grace. Laten we beginnen met want door genade. For by grace. Want door genade. Grace is the transferred fulfillment of the law. Genade is de overgebrachte vervulling van de wet. I need to come down. En ik moet even naar beneden komen. Grace is the transferred fulfillment of the law. Genade is de overgebrachte vervulling van de wet. That means. En dat betekent. That when the law is fulfilled. Is dat wanneer de wet volbracht is. And transferred to you. En overgebracht is aan u. It's grace. Dat is genade. But then, and this was. That's what I'm going to talk about today. En dit is waar ik het vandaag over ga hebben. The last time I spoke about the law. En de afgelopen keer had ik het over de wet. The law is a pointer to sin. En de wet dat wijst u naar zonde. The law is nothing else but just says this is sin. De wet is niks anders dan that te zeggen dit is zonde en dat is zonde. This is sin. Dit is zonde. That is sin. En dat is zonde. The law doesn't save you. De wet redt u niet. The law doesn't redeem you. Het verlost u ook niet. The law just tells you what sin is. De wet vertelt u wat zonde is. So we go back one step. Dus we gaan the law, één said stap grace. Terug. What is sin? Wat is dan zonde? Sin is anything that takes us away from God's zonde presence. Is alles wat ons wegneemt van God zijn tegenwoordigheid. Next slide, please. Sin is anything that takes us away from God's presence. Zonde is alles wat ons wegneemt van God zijn tegenwoordigheid. I put there, sin opens your eyes to who you are. Zonde opent uw ogen voor wie u bent. And when you you find out that who you are is not good enough to be in his presence, so we hide from God. Je komt erachter dat wie je bent niet genoeg is om te zijn in zijn tegenwoordigheid, dus verbergen wij ons van God. Let me explain this with two verses in the Bible. En laat me dat uitleggen met twee schriftgedeeltes. Genesis 2:25 says. Genesis 2:25 zegt.
and Eve were naked and felt no shame. Zeg, Adam en Eva waren naakt en waren niet beschaamd. Then Genesis chapter 3 verse 7 says. En in Genesis 3 vers 7. Their eyes opened and they realized they were naked. Hun ogen werd geopend en ze realiseerden zich dat zij naakt waren. So in chapter 2 verse 25 the Bible says they did not know they were naked. Dus in hoofdstuk 2 25 zegt de Bijbel ze wisten niet dat ze naakt waren en ze waren niet beschaamd. But by 3 verse 7. Maar in hoofdstuk 3 vers 7. They suddenly realized they were naked. Realiseerden zij zich opeens dat ze naakt waren. And the Bible tells us that they went and hid from God. En de Bijbel zegt dat zij zich verborgen hielden voor God. The difference between those two verses. En het verschil tussen die twee versen. Sin. Is zonde. Watch this. Adam and Eve. Adam en Eva. Disobeyed God. Waren ongehoorzaam aan God. They ate the fruit. Ze aten van de vrucht. But when they ate the fruit, maar toen zij van de vrucht aten. They were not disappointed that they disobeyed God. Waren ze niet teleurgesteld dat zij God hadden ongehoorzaam geweest waren. They were disappointed ze that waren they were teleurgesteld naked. Dat zij naakt waren. You need to think about that. En daar moet u even over nadenken. Their problem was not that they disobeyed. Hun probleem was niet dat zij ongehoorzaam waren. Their problem was who they saw they were. Het probleem was dat ze zagen wie ze waren. Their problem was not that they disobeyed. Het probleem was niet dat zij ongehoorzaam waren. It was that they had become something that they didn't know they were. Maar het was dat zij iets geworden waren waarvan zij niet wisten and dat ze when waren. They saw who they were, en toen zij zagen wie ze waren, they hid. Gingen zij zich verborgen houden. When you see who you are, wanneer u ziet wie u bent, you will run away from God. Zult u wegrennen van God. Imagine right now. En stelt u zich voor op dit moment. You're worshiping. Dat u aan het aanbidden bent. In church. In de kerk. You're in the spirit realm. U bent in de geestelijke gewesten. As a man. Als een mens. And this beautiful lady just walks past you. En deze mooie vrouw loopt voorbij. Skimpily dressed. Die is gaars gekleed. And then thoughts enter your mind. En dan komen gedachten in u binnen. Have you noticed that as you suddenly find it hard to go back into the worship mode. En is het u opgevallen dat u dan opeens terug moet gaan in de aanbiddingsmodus? Whenever you sin, wanneer u zondigt, you find yourself walk away from God. Dan bevindt u uzelf dat u wegloopt van God. The power of sin is simply its ability to make you walk away from God. De kracht van zonde is dat het u kan laten weglopen van God. It's not that you ate. You stole. Het is niet dat u heeft gegeten of dat u heeft gestolen. Not that you lied. Het is niet dat u heeft gelogen. It's that you walked away from God. Het is dat u wegloopt van God. That's all sin wants you to do. En dat is wat zonde wil walk dat u away. Doet. Weglopen. Because when you walk away, want wanneer u wegloopt, you don't have a relationship with God heb je geen relatie meer met God. Do you follow that? Volgt u dat? So we went through three stages just now. Dus we zijn net door drie stadia gegaan. Ik ben gegaan van zonde to the law, naar de wet. And then we'll end up with grace. En nu eindigen we so bij genade. So I'm going to go backwards up again. Dus ik ga weer terug so naar boven. Sin's power dus is de kracht van zonde is zijn mogelijkheid you from God. Om u te scheiden van God. God said it this way. En God zei het op deze manier. Any soul that sins shall die. Elke ziel dat zondig zal sterven. Let's experience die. En laten we ons sterven uitleggen. Separated. Sterven is afgezonderd zijn. When you die, wanneer u sterft, the real you de echte lives, u verlaat, but your flesh gets separated. Maar uw vlees die wordt afgezonderd. So you get separated from the world. Dus u raakt afgezonderd van de wereld. So the definition of death dus de definitie van dood is, to be separated. Is afgezonderd te zijn. So when the Bible says a soul that sins shall die, dus wanneer de Bijbel zegt een ziel dat sterft die die zonde gaat dood. That sin, dat betekent een ziel dat zondig zal afgezonderd worden. So when Adam and Eve sinned, dus toen Adam en Eva zondigden, werden zij afgezonderd. That's why they left the Garden of Eden. En daarom gingen ze weg uit Let's het hof van Eden. Slide, please. The immediate solution to sin en de onmiddellijke oplossing voor zonde was, then the law. Was dan de wet. Remember what I said about the law. En weet u wat ik zei over the de wet? The law is the pointer to sin. En de wet dat is de richtlijn voor zonde. The law says this is sin. De wet zegt dit is and zonde. That is sin. En dat is zonde. Another way to explain it is this. En een andere manier om dat uit te leggen is dit. If God didn't say. Als God niet had gezegd. You should not eat from that tree. Dat je niet mag eten van die boom. Could Adam and Eve sin? Konden Adam en Eva dan hebben gezondigd?
Just imagine God did never say that. Stelt u zich voor dat God dat nooit had gezegd. Adam and Eve cannot sin. Dan konden Adam en Eva niet zondigen. Why? Because there was never a law. Waarom? Omdat er nooit een wet was. As long as there's no law, zolang er geen wet is, you cannot sin. Kunt u niet zondigen. The moment there is a law, op het moment dat er een wet is, then can sin. Dan kunt u zondigen. Now, the way Romans put it, he says, what shall we say then? Is the law sinful? Certainly not. Nevertheless, I would not have known what sin was had it not been for the law. For I would not have known what coveting really was if the law had not said, you shall not covet. But sin, seizing the opportunity afforded by the commandment, produced in me every kind of coveting. For apart from the law, sin is dead. That passage just explains it, right? En die schriftgedeelte legt het uit. Sin has its sin becomes alive. Zonde wordt levend. Because of the law. Vanwege de wet. The law was created for a good reason. De wet werd gemaakt voor een goede reden. To tell you what sin is. Om u te vertellen wat zonde is. But maar, because you now know the law. Omdat u nu de wet kent. You now know what sin weet is. Weet u nu ook wat zonde is? Next slide, which should be interesting. So this is my son. Dus dit is mijn zoon. Uche. Uche. He's a gadget lover. Hij is een gadget liefhebber. He loves phones. Hij houdt van telefoons. Tablets. Van tablets. Anything with a screen. Alles met een scherm. And for years he's been fine with that. En jaren vindt hij dat prima. He likes to play with these little toys. Any phone. If you come to my house. Hij houdt ervan om met zijn speelgoed te spelen. To play with you. Hij komt met u spelen. Not because he likes you. Niet omdat hij u leuk vindt. But he wants your phone. Maar hij wil uw telefoon. He just wants to open it up. Hij wil het gewoon openen. He wants to find out your password. Hij wil uw wachtwoord achterhalen. I mean, he's seen everybody's phone, but he still wants all everybody's phone. Hij heeft iedereen's telefoon gezien, maar hij wil het toch nog steeds allemaal. So I got frustrated with that. Dus ik werd daar gefrustreerd om. So I told him. Dus ik vertelde hem. Whenever anybody comes to our house. Wanneer iemand bij ons thuis komt. Never touch or never ask for their phone. Vraag nooit om hun telefoon. Here's the problem. En hier is het probleem. The moment I told him that. Op het moment dat ik hem dat vertelde. It didn't stop him from wanting the phone. Het stopte hem er niet van dat hij een telefoon wilde. He just wanted to get the phone when I did not know. Hij wilde alleen de telefoon krijgen terwijl ik het niet wist. He started trying to get the phone in secret. Hij probeerde de telefoon te krijgen in Sometimes het geheim. En soms. I'm lying down and I seem to be sleeping. Lig ik neer, dan lijkt het of ik slaap. And then Uche walks to me. En dan loopt Uche He naar actually mij. Actually checked if I was sleeping. En hij checkt eigenlijk of ik He slaap. He looked at me. En hij kijkt naar me. And he thought he's sleeping. En hij denkt hij slaapt. And then he picked up my phone. En dan pakt hij mijn telefoon. And then he looked back at me. En dan kijkt hij weer naar mij. And this time I was looking at him. En nu keek ik hem ook aan. Then he asked me. En dan vraagt hij mij. I like your phone, daddy. Ik vind je telefoon leuk, papa. He dropped the phone. En hij laat de telefoon neervallen. And then I said, what did I tell you about phones? En dan zeg ik hem, wat heb ik jou gezegd over telefoons? And he said, I just wanted to see how fine it is. En hij zei, ik wilde alleen kijken hoe goed het ermee gesteld is. When guests come. En wanneer gasten komen. Uche actually will go and stay beside them. Zou Uche eigenlijk achter ze staan. He won't ask for the phone. Hij zal niet vragen om hun telefoon. Until I leave the room. Totdat ik de ruimte verlaat. Then he will ask them. En dan vraagt hij ze. If they have a phone. Of ze een telefoon hebben. He still won't ask for the phone. Hij vraagt niet om hun telefoon. I don't want him to ask for the phone. Want hij weet dat ik niet wil dat hij daarom Then vraagt. Then he will ask for a picture on their phone. En dan vraagt hij om when they foto. Give him the phone, en wanneer ze hem dan de telefoon vertelt hij that aan they mij. Gave him, he did not collect it. Dat ze het hem, aan hem hebben gegeven en hij heeft er niet om gevraagd. As long as I never told him not to touch phones. Zolang ik hem nooit had gezegd om geen telefoons aan te raken. He had no problem with me and phones. Had hij geen probleem met mij of the met telefoons. Moment I told him that. Op het moment dat ik hem dat vertelde. Is zijn reactie. On me and the phone changed. Is dat veranderd. Because he now had a law. Want hij heeft nu een wet. And that law immediately produced something called a sin. En die wet die maakt ook meteen so iets wat genaamd zonde. Something was wrong. Dus hij wist dat er iets mis was. Sin zonde causes a separation. Zorgt voor afzondering. The law points you
En de wet die wijst u naar wat zonde is. But once we know the law, maar zodra wij de wet kennen, even though it was a good thing, ook al was iets goeds, it causes us to sin more. Het zorgt ervoor dat wij meer gaan zondigen. Because when we fail the law, want wanneer wij de wet falen, we stay far away from God. Dan blijven wij ver weg van God. If you know you've committed a sin today, als u weet dat u vandaag een zonde heeft begaan, you could ask God for forgiveness. Kunt u God vragen om vergeving. If you commit the same sin tomorrow, en als u dezelfde zonde weer morgen begaat, you still ask God for forgiveness. Zult u God nog steeds vragen om vergeving. When it goes through three or four times, maar als het drie of vier keer zich voordoet, you stop asking God for forgiveness. Dan stop je om vergeving te vragen aan God. You stop discussing that issue with God. Je stopt met om die zaak te bespreken Maybe you met don't God. Even come to church anymore. Misschien kom je zelfs niet meer naar de kerk. Because somewhere along the line, want ergens onderweg your mind starts telling you, vertelt uw gedachte u, I'm not good enough. Ik ben niet goed genoeg. The power of sin starts to have an effect. En de kracht van zonde begint effect te hebben. So the law, dus de wet, then becomes a problem wordt een probleem en zorgt dat u zondigt. Ah, we're in trouble. We zijn in problemen. And all of us, en wij allemaal, everybody sitting inside here, en ieder die hier zit, suffering from this same issue till today. Wij lijden nog steeds aan deze zaak tot aan vandaag. Because as much as you know the law, want hoeveel u ook de wet kent, you're finding yourself struggling with sin. U vindt dat u strijd heeft met zonde. So in the Old Testament, God gave us a lot of laws. Dus in het Oude Testament gaf God ons heel But veel wetten. But then he now added one thing. He said, en nu voegt hij één ding toe. In the future, hij zegt in de toekomst, I will write the law on your heart. Zal ik de wet schrijven op uw hart. I will write the law on your heart. Ik zal de wet schrijven in uw hart. In James, in Jacobus, the Bible now says, zegt de Bijbel, to him who knoweth to do right, hij die weet het juiste te doen en het niet doet, dat is zonde. If you know something right to do, als jij weet het goede te doen en je doet het niet, dan heeft u gezondigd. If you knew you should greet somebody in the morning, but just because you have a problem. Als u wist dat u iemand in de ochtend moest begroeten. You didn't greet them. En omdat u probleem heeft. There is no commandment that says thou shalt not greet. Er is geen gebod dat zegt gij zult niet groeten of gij zult wel groeten. That verse in the Bible. Maar door die vers in de Bijbel. You can sin by not greeting somebody. Kunt u zondigen door iemand niet te groeten. You can sin by not going for Bible study. U kunt zondigen door niet naar de Bijbelstudie te gaan. You can sin by not going to the gym. U kunt zondigen door niet naar het sportschool te gaan. I'm talking to myself. En ik heb het nu tegen mezelf. And I'm being very honest here. En ik ben heel eerlijk. I said this the last time I spoke about the law. Ik zei dit de vorige keer toen ik het had over de wet. And I made this exact same statement about going to the gym. En ik zei exact ditzelfde statement over naar de sportschool. 2 months later. 2 maanden later. I went for the men's event. Ben ik gegaan naar het mannenevenement. Where the Lord decided to use Pastor Sebastian and Ian to punish me. Heer had besloten om Pastor Sebastian en Broeder Ian te gebruiken om mij te straffen. What they did to me, only the Lord will forgive them. Wat ze mij hebben aangedaan, kan alleen de Heer ze vergeven. Every man who was there knows that I almost died. En elke man die daar was, weet dat ik bijna all the guys were there know. I mean, it was just for the grace of God. Dus slechts door de genade van God. But it was because of a sin. Maar het was vanwege een zonde. And some of you are looking at me, come on, Ginika, that cannot be a sin. Zeggen, kom op, Ginika, dat kan geen zonde zijn. When God tells you something, wanneer God u iets vertelt, and you don't do it, en u doet het niet, it's a sin. Is dat een zonde. And every time you sin, en elke keer wanneer u zondigt, you will walk away from God. Zult u weglopen van God. Can we go to the next slide? Kunnen we naar de volgende dia? So what's our solution? Dus wat is dan de oplossing? Jesus came in and then makes this big statement. Jezus kwam binnen en hij maakte een groot standpunt. Okay. And he says, I have not come to destroy the law or the prophets. I have not come to destroy, but to fulfill. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, not one jot or little title shall in no wise pass from the law till all is fulfilled. In a nutshell, he's saying, I did not come to destroy the law. Kort samengevat zegt hij, ik ben niet gekomen om de wet te vernietigen.
I came to fulfill the law. Ik ben gekomen om het te vervullen. Notice that we just said that the law is our problem. En we hebben net gezegd dat de wet ons because probleem is. Because the law tells us what sin is. Want de wet vertelt ons wat zonde is. So they said, Jesus, have you come to destroy the law? En ze zeggen, Jezus, bent u gekomen om de wet te vernietigen? So that we do not know what sin is. Zodat wij niet meer weten wat zonde is. And Jesus said, no, en I Jezus came zei, to nee, fulfill the law. Ik ben gekomen om de wet te vervullen. More or less to complete the law. Om de wet volmaakt te maken. To do everything the law says. Om alles te doen wat de wet zegt. Another interesting thing he then says is. En nog iets interessants wat hij zegt. Truly I tell you, everyone who sins is a slave to sin. Now, a slave has no permanent place in the family, but a son belongs to it forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. What is Jesus saying there? He's saying zegt Jezus? Hij zegt that if you continue to sin, dat als je blijft you are zondigen, a slave to sin. Bent u een slaaf aan de zonde. And most times, many of us en are meestal slaves to sin. Zijn velen van ons slaven aan de zonde. We know that sin. Wij kennen die zonde. That continues to bother us. Die ons steeds maar blijft verstoren. The sin you cannot break away from. Het lijkt alsof u daar niet van Jesus weg says, kan breken. If you continue to sin, en Jezus you zegt, als u blijft zondigen, a slave to sin. Bent u een slaaf aan de zonde. But who the son sets free, maar wie de zoon vrijzet, is waarlijk vrij. If the law is my problem, als de wet mijn and probleem Jesus is, came to fulfill the law, en Jezus kwam om de wet te vervullen, he save me, hoe kan hij mij redden from sin? Van zonde? Because it's the same law that's causing me to sin. Want het is dezelfde wet die ervoor zorgt dat ik zondig. You have to understand this. This explains why I called grace. En dit legt uit waarom ik zeg dat genade een overdracht is van next de vervulling slide. Van de wet. So grace really is this. Dus genade is eigenlijk dit. Jesus finished the works of the law. Jezus die volbrengt de werken van de wet. And somehow was able to pass that success to us. En kon dat succes ook aan ons overbrengen. I need to get that. U moet dat begrijpen. If the law tells you what sin is. Als de wet u vertelt wat zonde if is. You keep all the laws, en als u zich houdt aan alle wetten. Then you cannot be separated from God. Dan kunt u correct? Niet afgezonderd zijn van God. Sin separates you from God. Zonde zondert u the af van God. The law tells you what separates you from God. En de wet vertelt u wat if u afzondert van God. All the law, als u zich houdt aan alle wetten. Be separated from zult God. U niet afgezonderd zijn van de Heer. So when Jesus fulfilled the law, dus toen Jezus de wet vervulde. He remained close to God, bleef hij dicht bij God. Then he transferred what he had done en hij bracht over wat hij had gedaan aan ons. That is grace. En dat is genade. Grace is simply the transfer of all that Jesus has done. Genade is de overdracht van alles wat Jezus heeft gedaan aan ons. So that the benefits of fulfilling the law, zodat de voordelen van de wet vervullen, inherit. Wij dat meteen zullen erven. Snapt u dat? The benefits of fulfilling the law, de voordelen van de wet te vervullen. We can still be close to God, en dat is dat wij nog steeds dicht bij God inherit. Kunnen zijn. Dat erven wij. But there's something about this passage, maar er is iets aan deze schriftgedeelte. That makes it absolutely exciting. Wat het heel enthousiast maakt. There's something amazing about grace. En er is iets geweldigs aan genade. If grace just was just this fulfillment that was transferred to us. Als genade slechts de overdracht was wat overgegeven is aan ons. What will happen the next time you sin? Wat zou dan gebeuren de volgende keer dat u zondigt? You lose it again. U raakt het weer kwijt. Right? Toch? That's what you will think. Dat is wat u denkt. But here is what's powerful about what God has done. Maar dit is het krachtigste aan wat God heeft gedaan. Grace. Genade is permanent. Is eeuwig. Is permanent. So what God has given us by grace, dus wat God ons heeft gegeven door genade, what we get, wat wij krijgen, is now for us. Is nu voor ons. If you believe. Als u gelooft. Let's think about that first passage again. Laten we weer aan for de eerste schriftgedeelte grace, denken. Want door genade are you saved? Bent u gered. Through faith. Door het geloof. What is faith? En wat is geloof? The assurance of things hoped for, de zekerheid the der dingen die men hoopt. Not en de so bewijs van dingen terms. Die niet gezien zijn. If I ask you this question,
Als ik u deze vraag stel. Are you a good person? Bent u een goede persoon? What will you answer? Wat zult u dan antwoorden? Some people are thinking about their lives right now. Sommige mensen denken nu over hun leven. Are you a good person? Bent u een goede persoon? You think so? Denkt u dat? Are you good enough to go and talk to God right now? Bent u goed genoeg om nu met God te praten? Can we go to the next slide? Kunnen wij naar de volgende dia? When someone asked me the question, I said to God at one point, and this was months ago. Ik zei op een punt dit tegen God, en dit was maanden geleden. How do I understand grace? Hoe kan ik genade begrijpen? Who has a job here? Wie heeft hier een baan? Good. When they pay you at the end of the week or at the end of the month, right? Aan het einde van de week, aan het einde van de maand, toch? Yeah. This today, Monday. This is grace. Dit is genade. Grace is being paid on the first. Genade is dat u op de eerste van de maand betaald wordt. Grace is being paid on the first day of work. Genade is dat u wordt betaald op de eerste Just dag follow van this werk. Story. En volg Imagine dit verhaal. On the first day you went to work. Stelt u zich voor op de eerste you dag dat u ging werken. The work you're going to do. Dat u werd betaald voor het werk dat u zult gaan doen. That's grace. Dat is genade. And some of you are thinking, so what happens if I miss some days of work? En sommigen denken, wat gebeurt er dan als ik wat dagen mis? Amazing grace. You still Geweldige get paid. Genade, u krijgt nog steeds betaald. I need you to get this in your mind because this en is u the moet dit biggest begrijpen. Limitation for Christians. Want And dit I'm is de grootste question, beperking voor christenen. How will you be saved from sin? En ik probeer de vraag te beantwoorden hoe u gered kunt worden van zonde. So on the first, you get paid. Dus op de eerste wordt u betaald. If you miss some days, you still get als u wat dagen mist, wordt u nog steeds betaald. If you walk, als u werkt, if you don't do a good job, als u geen goed you werk still levert, get paid. Wordt u nog steeds betaald. God, keeps his part of the deal God houdt that zich aan you zijn deel paid. Van de deal dat u betaald wordt. And I know many of you are questioning many things in your mind right en now. En ik weet dat velen van jullie heel veel vragen me. Hebben. But you get paid maar u on wordt the betaald first. Op de eerste. Meaning that the righteousness you had to have for not sinning, dat betekent you already have right now. Dat de rechtvaardigheid die u moet hebben om niet te zondigen, dat u dat reeds heeft. We are seen, God sees us through Jesus Christ. En dat is wat de Bijbel zegt, so dat God Jesus ons door Christ, Jezus Christus ziet. If you have faith, dus door Jezus Christus, God als u gelooft, as righteous. Ziet God u dan als rechtvaardig? Even though you know you're not righteous. Ook al weet u dat u niet rechtvaardig bent. That's the faith part. En dat is het the ability to believe you're righteous. De mogelijkheid om te geloven dat u rechtvaardig bent als u dat niet bent. Somebody's going to look at me right now and say, but Kinika, I know what I'm going to do after this service. Iemand kijkt, zal me aankijken en zegt, ik weet wat ik ga doen na de dienst. Are you saying I'm still righteous? Zegt u dan dat ik nog steeds rechtvaardig yes. ben? Ja. Whose report do you believe? Wie's verslag gelooft u? God says you're righteous. God zegt dat u rechtvaardig you think you're bent. Not righteous. En u denkt dat Whose u niet rechtvaardig bent. Wie's verslag gelooft u? God says you're perfect. God you think zegt you're not dat perfect. U volmaakt bent. Whose report do u believe? Denkt dat u niet volmaakt bent. And Wie's verslag gelooft I'm u? I'm saying this. I find it hard to believe. En zelfs terwijl ik dit zeg, vind And ik het moeilijk om te geloven. But that is how you overcome. Maar zo overwint u de zonde. Faith. Geloof. Through the grace of what? Through the grace of God. Door de genade van God. Or grace through faith. Of genade door geloof. Is how you overcome sin. Is hoe Why? U de zonde overwint. Because when you sin. Waarom? Want als u zondigt. You run away because you think you're not good enough. Rent u weg omdat u denkt dat u niet goed By genoeg grace, bent. Maar door genade. When you sin. Wanneer u zondigt. You don't need to run away. Hoeft u niet weg te rennen. Still good want enough. U bent nog steeds goed genoeg. Do you understand how the Son will set you free? Begrijpt u hoe de Zoon u vrij your zult zetten? Your mind has to constantly know you are righteous uw in spite of who you are. Uw gedachten moet constant weten dat u rechtvaardig in bent, spite ondanks of what wie you've u done. Bent, ondanks wat u heeft gedaan. Despite your mistakes. Ondanks uw fouten. You have to understand God's absolute love. U moet God zijn absolute liefde begrijpen. His love zijn liefde says you are righteous. Zegt dat no u rechtvaardig what. Bent. Meaning, ondanks wat dan ook. It didn't mean you didn't make a mistake. Betekent niet dat u geen fouten maakt.
It means that you can still be in his presence. Het betekent dat u nog steeds in zijn tegenwoordigheid kan zijn. Sin pulls you herinnert out u wat zonde doet? Zonde haalt u weg uit zijn tegenwoordigheid. So by grace, dus you door can genade still be in his presence kunt u nog to steeds say, I'm sorry. In zijn tegenwoordigheid zijn om te zeggen, you het want examples? Wilt u voorbeelden? I'll give you two. Ik geef u twee. Next screen. Volgende dia. I think I put it on the next screen. Oh, I'll finish with this. Next screen too. Peter. Petrus. He denied Jesus Christ. Hij ontkende Jezus Christus. Judas. En Judas. He denied Jesus Christ. Hij ontkende Jezus Christus. Both of them committed the same sin. Allebei hebben dezelfde zonde begaan. What did Judas do? En wat deed Judas? He ran away. Hij rende weg. He killed himself. En hij what did Peter do? Zelfmoord. En wat deed Petrus? He ran to God. Hij rende when naar he heard God. Jesus was alive, the Bible says, and Peter ran to the toen door. Hij hoorde dat Jezus leefde, zegt de Bijbel dat Petrus rond naar God. They both committed the same sin. En ze hadden allebei dezelfde zonde begaan. But their reaction to their sin maar hun reactie op die zonde different. Was anders. Grace makes you run to God in the middle of sin. Genade zorgt ervoor dat u naar God rent te midden van the zonde. The law makes you run away from God in the middle of sin. En de wet zorgt dat u wegrent van God your te midden van zonde. Your mindset about who you are when you sin. Uw gedachtegang is what will change the power sin has over wie you. U bent wanneer u zondig is wat de macht van de zonde zal wegnemen over David u. David. Committed adultery. Hij pleegde overspel. Herod. En Herodes committed adultery. Pleegde ook overspel. Herod was told by John the Baptist, you committed adultery. En Herodes werd verteld door Johannes de Doper Herod dat hij overspel had gepleegd. Arrested John and put him in prison. En Herodes die arresteerde he Johannes to run away from that story en zette being hem told. In de gevangenis, want hij wilde wegrennen. David was told by Ananias, you committed adultery. En David werd verteld door Ananias dat hij overspel had gepleegd. David ran to the wall. And rent his clothes and said, Lord, forgive David, me. David die rende naar de wet en the scheurde zijn klederen. Sin. Dezelfde zonde. Different reactions. Verschillende reacties. Your reaction in the place of sin will tell us whether you're under grace. Uw reactie onder zonde zal ons vertellen of u onder genade bent of onder de wet. En het is die reactie. It's that reaction het is die reactie power over sin. Die u de kracht heeft over zonde. Because if sin cannot separate you from God. Want als zonde u niet kan scheiden van God, sin is powerless. Heeft de zonde geen macht. If sin cannot separate you from als God, zonde u niet kan afzonderen van God, heeft zonde geen but macht. If you think by your strength, maar als u denkt in uw kracht sin, dat u zonde kunt overwinnen, dat is een leugen. It's only by the continuous belief that het is alleen door faith, het voortdurende geloof I dat door geloof what grace has done for aanvaard me. Ik wat meaning, genade voor mij heeft I am gedaan. Righteous dat betekent in spite of my unrighteousness. Ik ben rechtvaardig ondanks that mijn onrechtvaardigheid. Is what actually makes you overcome. En die gedachtegang zorgt dat u zonde kunt overwinnen. Now many have heard this. En velen hebben dit gehoord. And have started preaching a brand new message. En zijn begonnen met een hele nieuwe boodschap te prediken. There's the whole once saved, forever saved. Er is eens gered, altijd gered prediking. Because the problem with this, what I've just told you, want het probleem met wat ik u net heb verteld, is that you'd better think, then I'm always righteous. Is dat u dan gaat denken, ik ben altijd rechtvaardig. Even if I commit a sin right now, I'm still righteous. Ook al bega ik een zonde, ben ik nog steeds rechtvaardig. Even if I do something wrong, zelfs als I'm ik iets verkeerds righteous. Doe, ben ik nog steeds rechtvaardig. And so many people, many Christians en vele have mensen, that vele as christenen truth. Hebben dat als waarheid aanvaard. Therefore, they can never be unrighteous under any circumstance. Dus kunnen zij nooit onrechtvaardig zijn onder geen één it's omstandigheid. True. En dat is waar. But there's a little switch in the Bible. Maar er is een kleine verandering in de Bijbel. I call it the curse of doing nothing. Ik noem het de vloek van niks doen. Can we change to next? I think it's the next. I call it the curse of doing nothing. Ik noem het de vloek van niks doen. If you read through the Bible, you'll start to find out that there's something that happens all the time. Als u de Bijbel leest, dan ontdekt u dat er altijd iets gebeurt. If God gives you a gift, als God u een gave geeft, and you do nothing with it, en u doet daar niks mee, you will be cursed. Dan bent u vervloekt. If there's a tree that looks like it should have fruit, als er een boom and does is not have fruit, waarvan het lijkt dat het vrucht moet hebben en het heeft geen vrucht, zal die vervloekt worden. If a king gives three people talents, one five, one two, als een koning one, drie one, mensen talenten and one of geven, them does nothing with it, en één doet he er niks mee, is hij vervloekt.
If you have a birthright like Esau, als je een geboorterecht hebt, which net als Esau, free of charge, that he was the firstborn son, gratis heeft gekregen voor niets, value it, en je waardeert and het you niet, sell it for a morsel of bread, en je verkoopt het voor brood, dan bent u vervloekt. So if you have grace, dus als u genade heeft, and you do nothing with en u doet daar niks mee, you will be cursed. Zult u vervloekt worden. I'm sorry to tell you this. Het spijt me om dit te vertellen. Het feit dat ik u dit heb verteld, betekent dat u in problemen bent. You guys are all in trouble. Jullie zijn allemaal in problemen. You have no excuse anymore. Jullie hebben nu geen smoesjes meer. By virtue of the grace of God, door de deugd van de genade van God that he has given you, die hij u heeft gegeven, you have no reason to run away from God anymore. Heb je geen reden om weg te rennen van God. Because he loves you much more. Want hij houdt veel meer van u dan wat u ook verkeerd heeft gedaan. You can always come back. U kunt altijd terugkeren. In fact, you have no reason to leave. U heeft eigenlijk geen reden om weg te gaan. Before you sinned, voordat u zondigde, you were righteous. Was u al rechtvaardig. After you sin, nadat u heeft gezondigd, bent u nog steeds rechtvaardig. As long as you are doing something with the grace. Zolang u maar iets doet met de genade. What did you do to become unrighteous? Wat heeft u gedaan om onrechtvaardig te worden, om een zondaar te worden? Nothing. Niks. You were just born. U werd geboren. And you became a sinner. En u werd een zondaar. What did you do to become righteous? Wat heeft u gedaan om rechtvaardig te worden? Nothing. Niks. It's a gift. Het is een gave. It's a gift. Het is een gave. The moment you understand you got a gift. Op het moment dat u begrijpt dat u een gave heeft. The moment you get that in your mind. Op het moment dat u dat begrijpt. Ik heb een gift gave. That can never be taken away. Een gave die niet weggenomen kan worden. You suddenly find out that the devil's power over you. Begrijpt u dat de duivels macht over because u niet he cannot separate you from God. Want hij kan u niet what afzonderen can van God. Us from the love of wat Christ? Kan ons afzonderen van death, de liefde can van life, God? Can dood, joy, kan can leven. The Bible says nothing de Bijbel can zegt niks God, kan ons afzonderen nothing van de liefde. Can make you unrighteous when God has made you righteous. Niks kan he u onrechtvaardig maken you righteous. Terwijl God u rechtvaardig heeft gemaakt. But he chose to make you righteous. Hij heeft ervoor gekozen om so u rechtvaardig that te you maken. Become the zodat righteousness. U wordt de rechtvaardigheid. So when the Bible says, work out your salvation dus wanneer de Bijbel zegt, werk uw redding uit met vrees en beven, betekent dat God dit. Sees you as righteous, dat betekent, God ziet u als rechtvaardig. Even though you don't see yourself as ook righteous, al ziet u zelf niet als rechtvaardig. But by faith, maar door geloof you start to see yourself the way God sees begint you. U zelf te zien zoals God then u ziet. En dan is uw werk become om te worden die persoon die God heeft gezien. That is your work. Dat is uw werk. Remember I told you that he'll pay you on the first day of the month? Weet je nog dat ik zei dat hij op de eerste heeft betaald? On the first hij blijft u betalen op de eerste as long as you van keep elke working maand. To become zolang u blijft werken om te worden de rechtvaardige when die he hij says, heeft love heeft is gezien. Patient, love is kind. Als hij zegt love liefde no is geduldig, love liefde is all things. En liefde God hoopt alle hoping dingen. You will become the righteousness. Hoopt God dat u de rechtvaardigheid zult worden. He is believing in you. Hij gelooft in that u. You will continue to work. Dat u zult door blijven he werken. Saying to himself, hij zegt tegen zichzelf. I know you are not yet who you ought to be. Ik weet dat je nog niet bent wie je moet but zijn. I believe you will be maar who ik geloof you to be. Dat je zult worden wie you ik zie dat God jij moet worden. Begrijpt that's u Gods gedachten? En daarom heeft hij u de he genade gegeven. So say, niet zodat yay u kunt zeggen, ik ben rechtvaardig, jee. Hij gaf u de genade. Zodat u kunt worden de rechtvaardigheid. So that you step in every morning, zodat u elke and ochtend binnenstapt. En in de woorden van Pastor Sebastian, dat u zult kiezen vandaag wie u zult dienen. I'm going to be that righteousness. U beslist, ik zal die rechtvaardigheid zijn. En u zult you falen onderweg. U zult fouten maken. You will lose contact with God. U zult contact verliezen met God. In your mind. Maar onthoud dit. Is guaranteed. Uw rechtvaardigheid is signed gegarandeerd. And sealed by God is getekend himself en verzegeld door God zelf. Your work uw werk is, to never give up. Is om nooit op te geven. To keep pushing. Om door te blijven drukken. Om door te blijven to proberen. Keep taking new steps every day. Om elke dag nieuwe stappen to te maken. Become the righteousness of God. Om te worden de rechtvaardigheid van God. That dat is, the foundation of our Christianity. Is het fundament van ons christendom. Our Christian life ons christelijk leven
is simply to do one thing. Is om één ding te doen. To accept his grace. Om zijn genade te aanvaarden. Through faith. Door geloof. To become the person God planned for you. Om de persoon te worden die God heeft gepland voor u te worden. The moment you know this, en op het moment dat u dit weet, it makes your Christian life much easier. Dan wordt uw christelijk leven veel makkelijker. Sin has no power over you. Zonde heeft geen macht meer over and u. I can say this from personal experience. En ik kan dit zeggen vanuit sin persoonlijke no power ervaring. Over de zonde heeft geen macht meer over mij. Nothing shifts me, nothing breaks me. En niks for doet one mij bewegen, reason. Niet breekt mij. Om I'm één righteous. Simpele reden. Ik ben rechtvaardig. Do I make mistakes? Maak hell ik fouten? Yeah. Ja. Zeker. But I'm still righteous. Maar ik ben nog steeds rechtvaardig. I can still walk into God's presence. Ik kan nog steeds anytime. In Gods tegenwoordigheid lopen op elk moment. Because he sees me as righteous. Omdat hij mij ziet als rechtvaardig. And he sees you as righteous. En hij ziet u als rechtvaardig. And the moment we get that, en op het moment dat wij you dat understand begrijpen, the full length and breadth of God's love for you. Begrijpt u de volledige lengte en breedte and van Gods liefde do voor do u. All things. En kunt u alle dingen doen. All things. Alle dingen. Through Christ who strengthens door Christus die u daartoe kracht geeft. I pray above all things that you prosper. En ik bid boven al even het andere dat prosper. Het u voorspoedig gaat zoals het uw ziel voorspoedig gaat. I want you to think about your life and where you are. Ik wil dat u denkt over uw leven en waar u bent. Different people are at the stage where they don't even believe they're good enough. Verschillende mensen zijn op een punt waar ze niet eens geloven dat ze goed genoeg zijn. Some of you think it's by, some of us think it's by works. En sommigen denken dat het komt door onze werken. That you're going to do enough. Ik zal genoeg doen. To be holy enough. Om heilig genoeg te zijn. And then we're struggling. En dan hebben we strijd. Some of us cannot bring ourselves to believe we're righteous. Sommigen kunnen onszelf niet ertoe zetten om te geloven we dat we rechtvaardig zijn. We kijken naar ons what leven. We've done in our past, wat we hebben gedaan in het what verleden. Doing right now, wat we nu op dit moment doen. Even the evil plans we have for the future. Zelfs de slechte plannen die we hebben voor de toekomst. And we say God cannot see me as righteous. En we zeggen God kan mij niet zien als rechtvaardig. So we run away from dus God. Wij rennen weg van God. Well, here's your opportunity. En hier is uw gelegenheid. I told you that you're all in trouble because you've heard what I've said. Ik zei dat u allemaal in de problemen bent omdat u heeft gehoord because wat ik heb gezegd. Because now you know. Want nu weet u that your righteousness is guaranteed. Dat uw rechtvaardigheid gegarandeerd is. And because it is guaranteed. En omdat het gegarandeerd is. You have no reason to leave God. Heb je geen reden om God te verlaten. So I want you to talk to God. Dus ik wil dat u praat met God. I want you to open your mind, mouth and speak to him. Ik wil dat uw mond opent en dat u spreekt met hem. I struggle with what I'm saying. En ik heb strijd met wat ik nu zeg. I wake myself up. Ik word zelf wakker. And sometimes I have to say, I am the righteousness of God. En soms moet ik zeggen, ik ben de rechtvaardigheid van God. Because I look at what I have just done and I wonder, how did I do want that? Want ik kijk naar wat ik zojuist heb gedaan so en dan trust denk me ik when heb I dat say, kunnen doen. I don't think what I'm saying is easy. Dus geloof me als ik zeg, ik denk niet dat wat ik zeg makkelijk is. That you're righteous. Het is yay. Niet makkelijk om te geloven dat je rechtvaardig I know bent. It's not easy. Ik weet dat het niet makkelijk I know is. You will struggle and we will struggle ik with weet this dat mindset. Wij er strijd mee zullen hebben. We will keep thinking that if I could do something more. We zullen blijven denken dat if we I can als go to ik church meer more. Kan doen. If I can worship more. Als ik meer kan aanbidden. If I can pray more. Als ik meer kan bidden. Your works are like filthy. En uw werken zijn net vuile doeken. You need just one thing. Je hebt slechts één ding nodig. Faith. Geloof. In the grace of God. In de genade van God. Let's speak to God right now. En laten we praten Let's met just God. Praise him and thank him for laten we hem heard. Prijzen en danken voor Let wat us we hebben just gehoord. Tell him where we are. Laten we hem vertellen waar Let's we zijn. Honestly chase after who he wants laten us to we waarlijk najagen wat hij wil dat we worden. Let's ask him to be clear to us on where he wants us Laten to be. We hem vragen om duidelijk te zijn voor waar hij and wil let's dat go we into zijn. The rest of this evening just worshiping him. En laten we de rest van de him, avond hem aanbidden, hem lofprijzen, hem danken. And trying to hear his voice. En proberen om zijn stem te horen.